Schuivertje wisselen met de heer Roosendaal. Die zat al dicht bij u in de buurt. En hij gaat het woord tot deze vergadering richten. Ook voor hem geldt, wanneer u zelf de tijd in de gaten houdt, hoef ik daar niet streng op te interveneren. Ik ga dat zeker proberen. Ik weet nog heel goed dat in de coronatijd gezegd werd, u bent klaar met corona, maar corona nog niet met u. Dan denk ik ook een beetje met dit verhaal. Ik zie sommige mensen een beetje kijken zo van, ik ben wel klaar met dit verhaal. Ik zeg u bent nog niet, het verhaal is nog niet klaar met u. Dat gaat gewoon nog even duren. Ik ben daar niet zo bang voor. Eigenlijk wel ben ik er bang voor. Maar goed, in ieder geval. Mijn verhaal. Dank u wel, voorzitter. Geachte voorzitter, leden van de gemeenteraad en overige toehoorders. Het is niet de eerste keer dat ik hier sta. Tijdens de coronacrisis heb ik het woord ook al eerder tot u gericht. Maar deze keer wil ik vanaf mijn achtergrond als psycholoog het met u hebben over een vraag die binnen onze samenleving en politiek eigenlijk zelden hardop wordt gesteld. En dat is, wat is de dieperliggende oorzaak van de crisissen waarin we ons nu bevinden? Ik ga ze niet opnoemen, maar crisissen zijn symptomen. Het zijn geen oorzaken. Het antwoord is eenvoudiger dan u denkt. Namelijk, onze samenleving is gebouwd op fundamenten van angst in plaats van liefde. Ik wil dit kort uitleggen, want angst kent vele vormen. Het is meer dan alleen maar bang zijn namelijk. En angst toont zich vooral in de behoefte aan macht, controle, competitie, status en geld. En misschien vraagt u zich nu af, ja, hoe is het eigenlijk mogelijk dat we onze wereld bouwen op deze fundamenten van angst? Want, zeg nou zelf, wie wil er geen rechtvaardige en vreedzame wereld? Dit brengt mij bij een van de belangrijkste oorzaken, mijn inziens, naar het lijden van deze wereld. En dat is het psychologische begrip psychopathie. Wie hier aan leidt, noemen we in de spraak, normale spraakgebruik, een psychopaat. En misschien denkt u nu meteen aan seriemoordenaars zoals Ted Bundy en Jack the Ripper. Kan nog spannend worden. Maar uitingsvormen zijn echter veel diverser en ook veel genuanceerder. Een psychopaat heeft echter wel ernstige emotionele afwijkingen. Bijvoorbeeld geen functionerend geweten of schuldgevoelens. Geen empathisch of inlevingsvermogen. Een extreme behoefte aan macht en controle over anderen. Een ziekelijke behoefte bewonderd en gerespecteerd worden. En ook doen psychopaten zich vaak voor als zeer sociale, normaal functionerende mensen. Hierdoor zijn zij in staat om anderen op geraffineerde wijze te manipuleren. Uit wetenschappelijk onderzoek komt naar voren dat ongeveer 3-5% van de mensen lijdt aan de stoornis psychopathie. Dan gaat het in Nederland, mensen, de volwassen mensen daar hebben het over, over ongeveer 500.000 mensen. En dat is best verontrustend. Wat echter nog veel verontrustender is, is dat onderzoeken vooral ook laten zien dat in de top van het bedrijfsleven, de gezondheidszorg, de overheid, de media en de politiek, ongeveer 1 op de 5 voldoet aan de kenmerken van een psychopathische stoornis. Laat het even goed op u inwerken. 1 op de 5 mensen die actief zijn in de top van onze samenleving heeft in meerdere of mindere mate, het is een glijdende schaal, de persoonlijkheidsstructuur van een psychopaat. Er bestaat dan ook een aantoonbaar verband tussen psychopathie, het enorme lijden en de crisissen in de wereld. Psychopaten op invloedrijke posities bepalen nou voor een groot deel de koers, het beleid en nemen ook de besluiten. Psychopaten in combinatie met machtmensen is de giftigste cocktail die eigenlijk alleen nog maar kan leiden tot diepe, diepe ellende. Sinds mensenheugenis en zeker ook in de 20e eeuw is sprake geweest van psychopathisch leiderschap van de wreedste soort. Iedereen weet dit, ik hoef geen enkel voorbeeld te noemen, het is u wel bekend denk ik. Psychopaten achteraf herkennen is dan ook niet zo moeilijk. Maar vooraf herkennen, dat is een stuk lastiger. Toch is het van groot belang om leed eindelijk te kunnen beëindigen en geen nieuwe verschrikkingen te laten ontstaan. Wat speelt er vandaag de dag? Het volgende geldt uiteraard niet voor iedereen, dat zeg ik even heel duidelijk erbij. Ook niet voor iedereen die een hoge functie bekleedt. Maar als psycholoog kan ik echt niet anders concluderen dat helaas ook heden ten dage hoog, maar ook lager geplaatste politici en captains of industry psychopathische trekken vertonen.
diagnosticeren door naar een tv-scherm te kijken, dat gaat niet. Maar trekken, zeker wel. Dit is voor wie goed kijkt terug te zien in hun gedrag en ook in het beleid dat ze voeren. De vorm en het verhaal eromheen verschillen natuurlijk altijd wel, maar de inhoud echt niet. Het gaat altijd om honger naar macht, geld, controle en het willen overheersen van andere mensen. En let op mensen, psychopaten weten altijd de macht te grijpen ten tijde van al dan niet opzettelijk gecreëerde crisissen. Het zijn namelijk de ideale omstandigheden waarbinnen een psychopaat zijn uitmuntende, manipulatieve eigenschappen kan uitspelen. Als mensen namelijk in angst leven, zijn ze heel gemakkelijk te manipuleren. Ze zijn niet alert op wat er werkelijk gebeurt en staan niet in contact met hun gezonde verstand en innerlijke kompas. Maar is het afschuiven van alle verantwoordelijkheid en voor onze ellende op een stelletje psychopaten aan de top niet wat te gemakkelijk, kunt u vragen? Natuurlijk is dat veel te gemakkelijk. U en ik en de andere mensen om hen heen dragen een grote verantwoordelijkheid in dit verband. Onbewust maken in de kern vriendelijke en zeer welwillende mensen vrij baan voor psychopaten, waardoor zij ook hun spel kunnen spelen. Aan hen en dus ook aan u de taak om wakker te worden. Psychopaten tijdig te leren herkennen en hen te stoppen voor het te laat is. Ik zou hier graag veel dieper op in willen gaan, als u dat ook zou willen. Maar door de beperkte spreektijd is dat onmogelijk. Toch wil ik een aantal signalen opnoemen die mogelijk kunnen wijzen op de aanwezigheid van een psychopaat aan het roer. Mag ik dat nog binnen de minuut die nog gegeven is? Ja, het is nog een dus dat gaat lukken. Ja. Ze kunnen overdreven joviaal, charmant en begripvol voordoen. Wees alert als u het gevoel heeft bij... Als u het gevoel heeft dat u bij iemand op uw woorden moet letten, op uw tenen moet lopen, dat de ander nogal onvoorspelbaar, kleinerend, kwetsend, arrogant en wat ongevoelig uit de hoek kan komen. Tegenspraak wordt echt niet geduld. Bij kritiek op functioneren zullen deze mensen vaak direct de aanval inzetten of u en anderen de schuld geven. Ook het beleid van psychopaten kan onlogisch zijn en ingaan tegen wat men wel gebruikelijk, menselijk of moreel zou kunnen noemen. Ze verschuilen zich regelmatig achter argumenten dat zaken complex zijn. Laat dat maar aan mij of aan de experts over. Met andere woorden, denk jij zelf niet na, dat doe ik wel. Doe wat ik zeg, want daar heb je toch geen verstand van. Ze beroepen zich ook vaak op vertrouwen. En stel jij een kritische vragen, dan ben jij natuurlijk achterdochtig, een complotdenker of noem het maar op. Ze liegen en volharden in leugens. Zelfs als de feiten zwart op wit staan. Wie, oh wie in Den Haag hebben dit kunstje al eens vele malen getoond? Psychopaten zullen je proberen te manipuleren om voorbij te gaan aan je eigen morele kompas. En als laatste, en voor nu ook het belangrijkste signaal. Als er in een organisatie een angstcultuur heerst, dan is vrijwel altijd sprake van één of meerdere psychopaten die werkzaam zijn op invloedrijke posities. Mijn advies aan iedereen die luistert, wees heel alert op bovenstaande signalen. Leer van de geschiedenis en let op het gedrag van leiders en beleidsmakers. Luister niet alleen naar wat iemand zegt, maar kijk vooral naar wat hij of zij doet. Verenig u en heb de moed dit ook met elkaar te bespreken. Maak het zichtbaar. Stop met meewerken aan psychopathisch beleid en laten we er samen voor zorgen dat deze mensen geen macht meer hebben. Hoe eerder, hoe beter. Onmenselijk beleid wordt echt zichtbaar voor wie goed kijkt en wil kijken. Het is belangrijk om het tij van toenemende, schrijnende situaties over de hele wereld en dus ook voor mensen in Horst aan de Maas te kunnen keren. Zo kunnen we met elkaar stappen zetten naar een echt betere wereld, gebaseerd op de fundamenten van liefde. Ik dank u wel voor uw aandacht. Dank u wel, meneer Roosendaal, voor uw bijdrage in deze vergadering. Dan kijken we waaronder voor vragen zijn aan u in deze
zijde staat. In ieder geval zegt mevrouw Immans eerst aan mevrouw de Blok. Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, hartelijk dank voor het inspreken vanavond. U gaf aan het begin aan dat u ziet dat de crisissen die we nu allemaal hebben, dat...